Nou, 5 jaar geleden, toen hoorde ik van een paar vrienden dat ze op Showboat zaten. En toen ging ik met een triadegroep daar kijken en toen wou ik er al heel gauw bij. En toen heb ik in die 2 jaar nog geprobeerd of ik erbij mocht. En elke keer mocht ik weer niet, omdat ik te jong was. Toen uiteindelijk, toen hoorde ik dat de leeftijdsgrens verlaagd werd. En toen speelde ik in Sweeney Todd mee. Ik kreeg meteen een mooie rol, ik speelde Tobias. En daarna speelden we Grijs en daarin speelde ik Damien. Een wat kleinere rol, maar een hele leuke rol. En dit jaar mag ik Seaweed spelen in Hairspray. Seaweed is een getalenteerde danser, die weet wat hij wil. En hij zorgt dat Tracy in de show komt bij Corny Corners, waar hij zelf ook danst. En ja, hij probeert er een beetje doorheen te slepen, met nieuwe moves leren en zo soort dingen. Dansen. En hoe ga je dat doen? Heleboel danslessen en zulke soort dingen. En ja, nieuwe moves leren bij Bianca, die deed me wel het een en ander. Ik vind het een leuke groep, het is een gezellige groep. Je kan daar gewoon creatief zijn zonder dat je uitgelachen wordt. En ik vind het wel belangrijk dat er een beetje een ontspannen sfeer hangt. En ik denk dat iedereen het wel zijn ei erin kwijt kan. Ik hoop dat hij nog heel veel musicals gaat voortbrengen. En dat het een leuke, gezellige groep blijft. Dat de mensen hier ook al blijven. En ja, dit is zelf helaas mijn laatste jaar. Maar ik hoop dat het dan ooit een keer terug kan komen. Dit was hem weer voor deze week. Maar volgende week gaan we in gesprek met Max Schuiling. Vergeet ook niet om onze andere video's te bekijken en te abonneren op ons kanaal. Bestel uw kaarten nu op showboatmusicals.nl.